De Nederlands-Duitse grensstreek kent een hoop industrieel erfgoed. Oude fabrieken, spoorlijnen en wegen. Ze worden vaak niet meer gewaardeerd en onze kennis erover gaat stukje bij beetje verloren. Een netwerk van industrieel erfgoed moet dat voorkomen. Dit is Overijssel Vandaag met Verder. Het is definitief. Onze commissaris van de Koning wordt minister van Defensie. Miljoenen moeten Hengeloze binnenstad redden. En hoe houden we de Twentse bodem vitaal? Dat straks. Nu eerst het nieuws met Jaap-Erik Bijl. Ja, de geruchten gonsden al een tijdje, maar nu heeft commissaris van de Koning Ank Bijleveld het ook bevestigd. Ze wordt minister van Defensie in het nieuwe kabinet. Ze gaf het vanochtend tijdens een werkbezoek aan beddenfabrikant Aupeng toe voor onze camera. Eigenlijk kan ik daar natuurlijk niks over zeggen, maar het lijkt wel dat het zo is. En dat is ook eigenlijk wel een beetje gek, zo'n laatste dag dan op bezoek. De ambassadeur heeft gezegd, voor het geval het zo zou zijn, wil ik graag als eerste ambassadeur bij de nieuwe minister komen. Ja, dus eigenlijk is het gewoon zo. Ja, eigenlijk is het wel zo. Maar volgend van het weekend hoop ik wordt het echt openbaar. Ja, maandag heeft Ank Bijleveld een gesprek met Mark Rutte en daarna gaat ze ontslag indienen bij de provincie. Verderop in deze uitzending meer over haar vertrek naar Den Haag. Een bewoner van woongemeenschap De Wonne in Enschede moet binnen 2 weken zijn huis uit. De man weigerde enkele verzoeken van het bestuur om te vertrekken. En via een kort geding is de woongemeenschap nu in het gelijk gesteld. Ja, de rechter heeft bepaald dat het een urgente kwestie is en dat de gast waarover wij spreken binnen 14 dagen een andere huisvesting moet hebben. En daar kunnen wij aan bijdragen, dus we gaan dat ook gezamenlijk proberen op te lossen. De man maakt al enkele jaren gebruik van de woonvoorziening, maar veroorzaakt volgens medebewoners spanningen door woedeuitbarstingen en provocerende opmerkingen. Het speelt al ruim enkele jaren. Wat er zich heeft afgespeeld, daar wil ik liever niet over spreken. Maar neem van mij aan dat als we in onderling overleg hebben geprobeerd om een goede oplossing te bewerkstelligen, daar zijn we niet in geslaagd. Het is steeds afgeketst vanaf zijn kant. En dat we dan op een bepaald moment moeten doorpakken. Bent u tevreden met de uitspraak? Ik ben tevreden met de uitspraak, maar zoals eerder gezegd, ook treurig een beetje dat het zover heeft moeten komen. De bewoner in kwestie laat in een eerste reactie weten dat de uitspraak voor hem niet als een verrassing komt. Hij geeft aan in hoger beroep te gaan en een bodemprocedure te willen voeren om de onderste steen boven water te krijgen. Zoals gezegd willen we ook bewilligen in het vinden van een passende oplossing. Ja, en er zijn dus wat dat betreft geen beroepsmogelijkheden binnen De Wonne. Wel zal hij in beroep kunnen gaan als hij buiten De Wonne de uitspraak afwacht. Hans Vrome wordt de nieuwe burgemeester in Ommen. Hij werd gisteravond door de gemeenteraad voorgedragen en moet voor meer stabiliteit gaan zorgen. Hij wordt namelijk al de 7e burgemeester in 10 jaar tijd. 2 jaar geleden ontstond de vacature na het vertrek van burgemeester Ane. Op dit moment is Hans Vrome nog lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Overijssel. En daarvoor was hij CDA-raadslid, wethouder en lokale burgemeester in Bodegraven. Gert-Jan Verbeek zit dit weekend nog niet op de bank als de nieuwe trainer van FC Twente. Wel bevestigt de voormalige oefenmeester van Heracles Almelo dat hij dichter bij een akkoord is met de club die deze week René Haken op straat zette. Het was weer een turbulent weekje in de Grolsvesten, die morgenavond wordt afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Rode JC. Nog zonder Verbeek, die wel steeds dichter bij een akkoord lijkt met de club. Maar vanochtend kwam hij voor de camera's als eindverantwoordelijke. Zijn naam Marino Pušić. Assistent van René Haken. Een bijzonder roerige week en een bijzonder treurige week wat mij betreft. Ik had vandaag het liefst hier niet gestaan met jou. Maar goed, de realiteit is hier en nu en we moeten het met z'n allen gaan doen. Pušić zit dus tegen een beetje wil en dank op de bank. Hij had namelijk een goede relatie met Haken. Maar matcht hij ook met Gert-Jan Verbeek? ik kan daar niet echt op ingaan, want ik weet niet of club, hoe ver de club daarmee is. En ik ken de persoon ook zelf niet. En als de directie beslist om iemand bij te halen, welke naam dan ook. Dat is hartstikke goed, hartstikke prima. Gewoon met volle moed vooruit. En hopelijk dat je dan wel boven komt draaien, zeg maar. Brandweerlieden blijven kritisch over de reorganisatie van het korps. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat is gehouden onder het personeel. De minister vond zo'n onderzoek belangrijk omdat eerder al was gebleken dat veel vrijwillige brandweerlieden ontevreden zijn en er zelfs mee wilden stoppen.
Kunt u concrete voorbeelden noemen wat brandweerlieden hebben aangegeven en dan met name in Twente? Nou, dat is bijvoorbeeld betrokken worden bij inkoop van hun persoonlijke beschermingsmiddelen. Betrokkenheid bij inkoop van voertuigen. Betrokkenheid bij hun oefeningen en hun opleidingen. Dus in algemeenheid wat meer betrokken worden bij de binnenste cirkel van hun werk, noem ik het maar even. Zijn nou die onderzoeksresultaten voor Twente, liggen die heel ver van het landelijke gemiddelde? Nou, de punten waar we hoger scoren, dat is met name als je het hebt over de vakbekwaamheid. Als je het hebt over de veiligheid, voelen mensen zich veilig in hun eigen werkomgeving. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van organisatie. Als je punten hebt waarvan ik zeg, van nou, daar liggen we net iets onder het landelijk gemiddelde, dan moeten we het iets beter doen. Dat vind ik dat noemen wij dan variabele voertuigbezetting. Dat is met iets minder mensen op een autospuit uitdrukken. Dat doen we heel veel in Twente, maar zijn ze iets kritischer over dan de rest van Nederland? Dat zijn ze wel. Ja, er zijn een aantal punten. Je ziet ook na de regionalisering zie je dat op een gegeven moment een aantal zaken gecentraliseerd zijn. Daar heeft men heel veel moeite mee gehad. Alles is naar één plek gebracht wat voorheen in de kazernes zelfstandig werd uitgevoerd. Maar daarin zie je dus ook dat men graag weer daarvan wat we terug wil hebben. Daar hebben we vandaag met de commandant over gesproken hier vanavond bij de bijeenkomst. En ik heb er alle vertrouwen in dat we dat goed gaan aanpakken met elkaar. De komende tijd worden de onderzoeksresultaten besproken. En ondanks alle kritieken geven brandweerlieden in Overijssel hun werk toch een ruime voldoende. Een bijzonder project voor het Oldenzaalse bedrijf Nieuwe Wemen. Daar wordt een opvouwbaar gamecenter gebouwd voor de koning van Saoedi-Arabië. Voor de koning lijkt niets te gek, want het centrum moet met hem meereizen in de woestijn en kost 1,5 miljoen euro. De mancave, zoals een hobbyruimte voor mannen ook wel wordt genoemd, is nog in aanbouw. Tijdens de feestdagen besteden we vaak extra aandacht aan onze familie en vrienden. Voor militairen die op missie zijn is dat soms een lastige periode. Ze zitten ver weg in een oorlogsgebied. In Rijssen willen ze laten zien dat er aan ze wordt gedacht door iets lekkers in te zamelen. En de actie wordt massaal ondersteund. Kijk eens. Alsjeblieft, hebben we het inleggen? Dat moet allemaal even dalen, want dit is alleen Rijssen nog maar. Maar we staan in Ermelo straks, in Putten, Harderwijk, Zeewolde. Dus als ze daar ook nog komen, dan, nou ja, goed, we moeten maar gewoon even kijken wat we doen. In ieder geval van Defensie hebben ze een locatie beschikbaar waar we eventueel het spul kunnen neerzetten. Nou, ik heb hier in Rijssen vrijwilligers genoeg die mij willen helpen. Heb ik hier. Helemaal goed. Wat vindt u van deze actie, meneer? Goed. Denkt u vaak aan de jongens daar in Mali? Die moeten ook vechten, hè? Ja. En ze moeten goed eten en goed drinken. Kan Defensie zelf niet voor al die lekkere dingen zorgen? Nou, weet je, dat het is, iets extra's komt natuurlijk altijd van de thuisfront. Ik bedoel, Defensie zorgt voor het materieel, dat is logisch, ja. En de gewone etenspakketten die ze meekrijgen als ze buiten de poort gaan. En als ze gewoon op de kazerne zijn, dat is logisch. Maar iets extra's, als we op de uitzending gaan, ja, dat moet toch van de thuisfront komen. Langs de oever van de IJssel in Deventer is vandaag de natuurspeelplek Woeste Willem geopend. Het gaat om een plek naast het Worplantsoen waar speelplezier en natuur samenkomen. Woeste Willem is deels betaald uit de nalatenschap van Deventenaar Willem Waanders. Nou, Woeste Willem, we weten eigenlijk niet of Woeste Willem echt zo woest was. Maar het was een wijkbewoner, Willem Waanders. En hij overleed in 2013. En toen heeft hij zijn huis nagelaten aan verbetering van het plantsoen. Dat was heel bijzonder. En dat heeft dit opgeleverd? Dat heeft dit opgeleverd, absoluut. Ja, daar zijn we heel blij mee. Hé hey, jongens, wat vinden jullie van deze speelplek? Je mag niet lekker vies worden. Je mag lekker vies worden. En je mag helemaal in de modder spelen. En je kan lekker over boomstammen springen. En het is gewoon echt een natuurspeeltuin. Juf Marlies, is dit nou het paradijs voor kinderen? Zeker weten. 100%. Ja, zeker weten. Ze kunnen spelen, ze kunnen zich uitleven, ze kunnen zich eenvoelen met de natuur. Helemaal goed. We gaan naar schuilen. Voor de regen? Ja.
Ja, en kijk nou naar je eigen jeugd. Dat was toch mooi wat er was vroeger. Letterlijk met de laarzen in de klei, soppen in het water en spelen over boomstammen. Toch geweldig. Waar zijn de laarzen? Laarzen en de fietstas, heb ik nog niet nodig gehad. Ja, nou maar hopen dat ze wat droge kleren hebben meegekregen. Tot zover ons nieuwsoverzicht. Meer is te vinden in de app en op rtvoost.nl. Dankjewel, Jaap-Erik. Ja, de laatste werkdag van Ank Bijleveld als commissaris van de Koning was een aardige, een tour door de provincie. Straks meer daarover. De aloude industrie in het Nederlands-Duitse grensgebied zorgde in de vorige eeuw voor de bouw van fabrieken, spoorlijnen en wegen. Die oude industrie heeft het imago lelijk te zijn. Maar is dat wel zo? En hoe bewaren wij die kennis over dat industrieel erfgoed? Waarom onze wegen en treinbanen lopen zoals ze lopen? Waarom de specifieke industrie is gevestigd in dat specifieke gebied? Die kennis dreigt een beetje te verdwijnen. Een netwerk van industriecultuur moet het belang ervan inzichtelijk maken. Het regio netwerk industriecultuur is grensoverschrijdend. Dat gaat over Duitsland en Nederland, Twente Achterhoek en West-Münsterland en Bentheim. En dat gaat bevatten de al het belangrijke industriële erfgoed. Dat wordt herkenbaar gemaakt doordat je, als je het gebied bezoekt, dat je in één klap ziet wat al de belangrijke zaken zijn in het gebied. Je zou kunnen zeggen Oost-Nederland, West-Münsterland is eigenlijk één cultuurgebied met een fantastisch landschap. En eigenlijk is alles wat industrieel gebeurd is en gebeurt, heeft zijn grondslag in wat in de grond zit en wat erop groeit. Dat is het mooiste voorbeeld, zie je gewoon hier direct naast mij een kleiput uit de ijstijd. De voorlaatste ijstijd, 150.000 jaar geleden ontstaan. Grote hoeveelheden klei die jarenlang, vanaf 1898 helemaal industrieel gebakken zijn hier in de nabijgelegen steenfabriek De Werklust. Dat is zo'n voorbeeld hoe industrie direct betrokken is op het landschap en op de bodem. Hildebrand de Boer is de trekker van het te ontwikkelen netwerk. Hij is enthousiast over de oude fabrieken in de omgeving en ook over steenfabriek De Werklust in Losser. Dit is een van de mooiste plekken van industrieel erfgoed in Nederland, Werklust in Losser. Alles is hier nog aanwezig van grofkeramische industrie. De kleiputten, het smalspoor, de vormloodsen waar de steen werd gevormd, de droogloodsen waar de potentiële steen, moet ik zeggen, want dat is nog klei, wordt gedroogd alvorens het wordt gebakken in de ringoven. De gebouwen die je hier terugvindt, de combinatie hiervan, dat is nou bijna nergens meer in Nederland op deze manier te vinden. En alles is eigenlijk nog helemaal intact. En zo achtergelaten zoals het in 1998 voor de laatste keer gebruikt is. Wij hebben niet een heel groot aantal bezoekers, maar toch hebben wij hier het benodigde aantal bezoekers om hier bestaansrecht te hebben. Dat hebben wij zeker als stichting. Maar een beetje extra is altijd meegenomen. Als je nou hier voorbij komt met de fiets of in de auto, neem vooral de moeite om af of uit te stappen. Want je weet niet wat je ziet. Zo interessant is dit complex. Er is van alles te zien en te beleven ook. Alleszins een bezoek waard. Steenfabriek De Werklust is een van de vele in het industriecultureel netwerk. De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan. En dat is ook het geval met textielwerk in Bocholt. Deze weverij bevindt zich in feite nog altijd in het historische landschap waar ooit vlas werd geteeld voor de huisweverij bij de boeren. Later geïndustrialiseerd, hele grote textielfabrieken ontstonden in het gebied, aangedreven door stoommachines. En hier zijn we in zo'n ruimte met een reusachtige stoommachine. Het interessante is dat je daarmee ook de link legt met steenkool. En steenkool werd hier aangevoerd uit het Ruhrgebied en als gevolg daarvan hebben we hier een enorme infrastructuur gekregen aan spoorlijnen en aan kanalen met sluizen en alles wat erop en eraan zit. En ook die infrastructuur, die historische infrastructuur, is van groot belang in ons regio netwerk industriecultuur. Er is natuurlijk veel verdwenen, maar dit is er nog. En ook is het gevuld met de meest fascinerende machines, spinmolens en weefgetouwen beneden in de weverij.
Het industrieel erfgoedproject gaat op 1 januari 2018 van start. En dan zullen er minstens 130 bezienswaardigheden aan het netwerk worden gekoppeld. Spoedig daarna zullen de website en de app in gebruik worden genomen. De kern van de vindbaarheid is dat je één website hebt waarvan je zeker bent, ik kan daar alles vinden. Eén app, één goede brochure ook waar alles in staat. Zodat je weet, oh, dat is het dus, dat is het netwerk. Dat is de kwaliteit die ik zoek en die ik wil vinden. En die ik dan ook daardoor heel makkelijk kan vinden. Of ik nou aan deze kant van de grens ben of aan de Duitse kant van de grens. Nou, prachtig, die oude gebouwen. We zagen het al in het nieuws. Commissaris van de Koning Ank Bijleveld wordt minister van Defensie. Vandaag had ze dan ook haar laatste werkbezoek als commissaris van de Koning. Het gebeurt tijdens een werkbezoek van de Duitse ambassadeur aan onze provincie. Ank Bijleveld laat hem enkele bedrijven zien als commissaris van de Koning in Overijssel. En dan doet ze ineens een boekje open en bevestigt dat dit in deze functie haar laatste werkbezoek is. Eigenlijk kan ik daar natuurlijk niks over zeggen, maar het lijkt wel dat het zo is. En dat is ook eigenlijk wel een beetje gek, zo'n laatste dag dan op bezoek. Ja, dus eigenlijk is het gewoon zo. Ja, eigenlijk is het wel zo. En daarmee verliest de provincie Overijssel haar commissaris van de Koning. Ik denk echt dat de provincie Overijssel een boegbeeld verliest. We hebben Ank leren kennen als iemand die aan de ene kant heel benaderbaar is voor iedereen. Maar aan de andere kant ook echt altijd een belangrijke brugfunctie heeft vervuld naar Den Haag, naar politiek Den Haag, naar het Koningshuis. Dus dat gaan we als provincie zeker missen. Ik hou ontzettend van Overijssel. Ik woon er natuurlijk. Ik heb er gestudeerd. En dus het is heel raar om van de ene op de andere dag ermee op te houden. Dus ik moet mijn ontslagbrief nog schrijven. Maar dat doe ik pas na de gesprekken. Dus dat wachten we eerst rustig af. Die gesprekken vinden maandag plaats. Nu eerst nog het laatste werkbezoek. Onder meer bij Thales, een bedrijf gespecialiseerd in radartechnieken, zoals voor Defensie. Ik hou wel erg van Defensie, ik ben een dochter van een beroepsmilitair. Ik ben ermee opgegroeid, ik ken de kustwacht vrij goed vanuit de binnenlandse zakentijd. Maar het is een hele nieuwe fase weer, dus ik ga eerst eens even studeren. Voor dat studeren is ze bij Thales op een toepasselijke plek. Toch laat ze haar ministerspet nog even thuis. We zijn trots op het bedrijf. Als overheid zijn we trots op het bedrijf Thales. En we wilden dat ook heel graag laten zien. De Duitse ambassadeur had daar belangstelling voor. Dus zo ga ik er ook naar kijken. De Duitse ambassadeur weet wat hem te doen staat met de benoeming van Ank Bijleveld. Ik heb ihr im Bus gezegd dat ik dan ook gerne de boodschapper zijn möchte, der sie als erster besucht im neuen Amt. Denn die deutsch-niederländische Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ist sehr intensiv. En ik geloof dat is veel Nederlanders gar niet bewust hoe intensief dat is. Het is niet meer nur coöperatie, het is mittlerweile sogar integratie. En dat op een niveau wat Duitsland met geen ander land zo had. Met het vertrek van Ank Bijleveld moeten gedeputeerde staten op zoek naar een nieuwe voorzitter. De komende weken zal ik als eerste plaatsvervanger gewoon even het stokje moeten overnemen. Maar ik neem aan dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk op zoek zal gaan naar een waarnemer. En dat we die ook in de provincie snel mogen begroeten. Iets voor u misschien? Nee, laat ik zeggen, het is echt de bedoeling dat we op zoek gaan naar een volwaardige vervanger voor de huidige commissaris. Ik ben gedeputeerde, ik ben gekozen en dat blijf ik met heel veel plezier doen. Met één been in haar nieuwe baan mag de nieuwe minister van Defensie best alvast vooruitblikken. Alle militairen voortaan op Alpingbedden. Nou, goed slapen is wel belangrijk, denk ik. Voor mijzelf ook. Dus dat neem ik in ieder geval mee. Lijkt me heel mooi. En straks praat ik verder over dat laatste werkbezoek als commissaris van de Koning met burgemeester Schelberg. Want die was erbij vandaag en gisteren trouwens ook. En hij wist gisteren natuurlijk al lang dat ze minister van Defensie ging worden. Goed, maar liefst 13 miljoen wordt ervoor uitgetrokken om de Hengeloze binnenstad weer op te peppen. Waar gaat dat geld naartoe? Dat straks, maar eerst het weer. Richting het weekend moet het niet slechter worden, hoor, vind ik. Ja, nee, dat was zeker nu al heel anders dan gisteren natuurlijk. Dat blijft denk ik nog wel even zo. Maar goed, eerst nog even, ja, vandaag moesten we het doen met een graad of 16 en regen. Zoals we ook hier zien in Hardenberg. Maar gelukkig kregen we na regen zonneschijn. En dan ziet de wereld er, zoals hier bij de IJssel, al heel anders uit. Nou, vanavond verdwijnen de meeste buien, maar in het noordwesten kan nog een spat regen vallen. Later in de nacht is het overal droog en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen overdag krijgen we in de ochtend te maken met regen. En eventueel kan 's middags ook nog een enkel buitje vallen.
In het westen krijgen we aan het eind van de middag de zon nog even te zien. Het wordt maximaal 16 graden, dus dat klinkt toch al iets beter. Hoopgevend, dankjewel. Goed. Iets heel anders. We eten te veel vlees. Waarom is dat niet verstandig? En moeten we ons beperken tot 500 gram vlees per week? Die vraag leg ik diëtiste Jorieke Bortzek zo dadelijk voor. En hoe houden we de Twentse bodem gezond? Netwerkorganisatie Mineral Valley Twente zegt dat er meer kennis en ervaring moet worden gedeeld over bijvoorbeeld het slim hergebruik van mineralen. Wim Meulenkamp weet er alles vanaf en vertelt ons waarom. Maar eerst, waar de een zich zorgen maakt over de bodem in het platteland, heeft de ander juist kopzorgen over de binnenstad. Het wil maar niet lukken met de Hengelo als winkelstad. Leegstaande panden, minder bezoekers en een sfeerloos centrum wordt er gezegd. Er moet wat gebeuren. 13 miljoen euro wordt er waarschijnlijk uitgetrokken om die stad een feestlicht te geven. Burgemeester Schelberg, met u ga ik daarover praten. De raad moet daar nog over uitspreken, maar er moet wat gebeuren, dat is duidelijk. Nog leuker, de bevolking mag daarover meepraten. Drie architecten gaan met name op dat marktplein. We zien dat de beren nu op de achtergrond. Dat is wel een... Dat is mooi, hè? En dat maken we daar ook nog, dat die markt, waarvan mensen, als er geen marktdag is, want ik was afgelopen woensdag, dan kon je over de koppen lopen, dan is het natuurlijk heel gezellig en aardig. Maar wat gaan we met die markt doen? Drie architecten hebben plannen gemaakt. Ontspannen, recreëren, verblijven. En 70.000 Hengeloers, want alles boven de leeftijd van 8, geloof ik, kunnen fysiek vanaf november gaan zeggen, wat vinden wij het leukste van die drie plannen? 20 jaar geleden woon ik in Hengelo. Werd er ook al over het plein gesproken. Dat zal in zekere zin ook blijven. Maar ik denk dat we nu wel op een punt staan, omdat het ook 20 jaar geleden echt wel anders was met winkelen. Overigens zijn wij nog steeds overal in de hele gemeente echt wel een winkelstad. Omdat we natuurlijk en de wijkwinkelcentra hebben en de heel rondom die IKEA enzovoort alles. Maar die binnenstad, daar mag wat aan gebeuren. Ja, die leegstand. Enschede doet het beduidend beter. Daar hoor ik onlangs dat het zelfs de leegstand terug wordt gedrongen. Wat doet Enschede anders dan Hengelo? In de binnenste binnenstad doet Enschede het beter. Maar overal doet Hengelo het beter. Maar het gaat me over het feit dat zo'n stad, alle grote ketens die we allemaal kennen, de Primarks enzovoort enzovoort, die kiezen allemaal steden van ruim meer dan 100.000 inwoners. Dus dat is helemaal geen concurrentie, maar dat is wat op Enschede afkomt. Wij zullen het moeten hebben van eigen winkels, mensen, eigen ondernemers die het in hebben. Het zal dus kleinschaliger zijn en de binnenstad als geheel, die voor Hengelo altijd en ook voor die 80.000 inwoners vrij groot is, zal moeten inkrimpen. En dan gaan we tussen de drie torens doen, zeggen we het wel eens. De toren van de basiliek, de toren van het stadhuis en de toren op de markt. En daar gaan we het concentreren. Oké, dus daar gaat het geld naartoe. Moeten dan ondernemers die buiten die kring vallen zich nu zorgen gaan maken? En dat maakt dus ook dat je daar ook naar moet gaan kijken, wat gaan die ondernemers dan mogen doen? Ja. Want als je niet binnen dat gebied valt, binnen die binnenste binnenstad, wat ga ik dan met mijn winkel mogen doen? Ja. En dan kunnen er nu ook ondernemers zeggen, mag ik daar gaan zorgen dat men daar gaat wonen? En dan gaan wij dus ook als gemeente zeggen, nou, dan gaan we dat waarschijnlijk ook dan doen. De binnenste binnenstad, voor alle duidelijkheid, dat wordt de place to be. En dat daar moet. En heeft u een fantastische eerste, maar best veel geld, 13 miljoen. Ja. Was het belangrijkste facelift, heel kort? Nou, ik vind eigenlijk dat het vrijmaken van de basiliek aan de achterzijde, dat als dat zou gaan lukken en daar dat groen pakken en daar ook met de Wetstraat, dat je daar het echt zou... Dat is er één. En ik wil dan toch die Enschedese straat. We willen het echt daar een flaneerstraat maken. Dat betekent dat je daar ook dingen moet weghalen en daar de markt wellicht naartoe. Nou, het zijn allemaal open zaken waar u en ik, als u in Hengelo woont althans, over mogen meepraten. Ja, niet meer, dus ik mag er niet over meepraten, nee, denk ik. Goed, we gaan een aantal dingen bespreken. Uiteraard komt Ank Bijleveld zo te sprake. Ach. Heel even, verontrustend nieuws. Siemens zou mogelijkerwijs weg kunnen gaan uit Hengelo als we de Duitse bladen als managermagazine und Frankfurter Allgemeine mogen geloven. Nou, we zitten in een globale wereld en voor mij zijn elke bedrijf en grote multinationals zoals Siemens, allemaal, die leven in een globale wereld. Dus het is altijd een bron van aandacht. Ik spreek uiteraard vandaag en gisteren ook wel met de directeur van Siemens. Die onrust wordt helemaal niet herkend. U belt maar dan wel blijft gelijk, neem ik aan, toch? Ja, natuurlijk, want het zijn hele belangrijke werkgevers voor mij. En dan bied ik ook aan, wat moeten we doen, wat doe jij, wat kunnen we doen? Want het is gewoon een heel belangrijk bedrijf voor mij. Vrezen zij ook?
Nou, het is een onrust zoals gemeld was, dat wordt niet herkend. Je moet gewoon als bedrijf, en dat is strijk en zet, en dat geldt voor alle bedrijven en ook voor Siemens. We leven in een globale wereld en het is nooit alles voor lief nemen, maar van de onrust is geen sprake. Het heeft alles te maken met de dalende olieprijs en daardoor zou ook minder vraag zijn naar compressoren en gasturbines. Ja, nou, dat voert te ver voor hier en nu. Maar die globale wereld maakt voor alle bedrijven, grote bedrijven zoals in Hengelo, dat je altijd moet opletten. Vinger aan de pols dus. Ja. Vinger aan de pols, dat stadium is al lang voorbij als het gaat om het huisvuil. Dat was mijn soap, hè, in Hengelo. Nou, niet wat mij betreft, maar mensen waren ineens verliefd op hun eigen grijze bak. En nu wilden de liefde voor de ondergrondse container aanwakkeren, maar daarvoor moesten mensen met hun eigen zakje restafval toch nog wel een aardig eindje lopen door weer en wind. Vonden ze niet zo leuk. Ik denk dat dat nog wel mee gaat vallen. En ik denk dat mensen krijgen nu een keuze. Dat is de verandering. We hebben geluisterd naar de bevolking die zei van dat wil ik eigenlijk liever niet. En kan er een keuzemogelijkheid komen dat ik dus de grijze bak wel aan de straat ga zetten. En het college heeft nu aan de gemeenteraad gelegd. Oké, we hebben goed geluisterd. We geven deze extra mogelijkheid. En dan kunt u hem al dan niet tijdelijk dat nu doen. En dan ontstaat die gewenning denk ik ook wel vanzelf. Want we zullen wel een enorme stap moeten maken. Want de Rekenkamer heeft ook gezegd, dit is een leuke eerste stap, maar er zullen nog echt vele stappen moeten volgen. U gaat het omgekeerd afval inzamelen, zo niet halen de doelstellingen. Dus het maakt dat we wel stappen moeten zetten als samenleving. Nou, ik denk dat dit een tussenstap moet zijn, ook voor velen in gewenning en gedoe. Want ja, dat maakt. Maar ik denk wel dat het goed is om goed te luisteren naar de bevolking en te zeggen, dit bieden we ook aan. Was een les? Sorry? Was het een les? Nou, ja, ik vind dat de politiek en ook het bestuur moet duidelijke besluiten nemen. Ik denk ook dat het inhoudelijk goed is dat we die stappen nemen om dit te doen. En ik vind het ook goed dat het bestuur. Het gebeurt dus ook dat je even weer een tussenstap moet nemen. En ben daar gewoon reëel in. Dus nou ja. Goed. Ja, geluisterd in ieder geval naar de bevolking. Tot slot, Ank Bijleveld. Ja. U had het genoegen haar laatste twee werkdagen, in ieder geval werkbezoeken, als commissaris van de Koning erbij te mogen zijn. Was dat echt toeval? Dat was echt toeval. Lang gepland. Gisteren de hele dag het officiële ambtsbezoek, zoals dat dan zo mooi heet. Sommige mensen zeiden, zou het nog wel doorgaan? Uiteraard ging het door. En u wist al lang dat ze het werd, hè? Nou, ik heb het gisteren sowieso en daarvoor uiteraard met app-contact ook van harte proficiat. Ze heeft natuurlijk zelf ook gezegd, ja, dat moet de RVD nog even doen. Entrenou, in een kleine omgeving, zei ze van, nou ja, het was inderdaad spannend. En ik heb gezegd, en samen met mijn vijf collega's van de steden, die gisteren elkaar hebben nog met haar gegeten, dat was ook al gepland, dat we al eens hebben gezegd, ik vind het wel ongelooflijk moedig van haar dat ze dat doet. Ja, dat vond ik wel opvallend. Waarom vindt u het moedig? Het is een hell of a job. Minister zijn, dat gun je eigenlijk je ergste vijanden niet. Heb ik iets gemist? Toch geen minister geweest? Nee. En dat ga ik niet worden ook. Maar het is het punt dat je dit is echt heel intensief voor je privé. Het is in deze tijd met de zoveel media die over je heen vallen. Ik vind het echt moedig. Had u het dat ze dit doen? Nee, ik ben blij dat ik niet gebeld ben. En als dat wel zo was, dan had ik vriendelijk bedankt. Want ik vind het echt eigenlijk onmenselijk wat er van een minister gevraagd wordt. Zowel als werklast, als ook wat er op je afkomt. En in deze samenleving is dat echt een helft van job. Ik ben ook een bestuurder en geen politicus, dus misschien scheelt dat ook. Heeft u nog wel even zaken gedaan vandaag bij Thales? Mag toch aannemen? Ik heb wel de inkomend minister van Defensie aangegeven dat dit echt ons allerbelangrijkste, mooiste bedrijf is, ook in haar nieuwe vak. Goed, u zit bij op het vinkertouw. Zover is duidelijk. Dank u wel voor dit moment. Goed. Gisteren was er een bijeenkomst in De Lutte waar de Twentse bodem centraal stond. Nee, het ging dit keer niet over afvalwaterlozing, maar over mineralen in onze bodem. Want onze bodem schijnt steeds armer te worden. En dat heeft weer alles te maken met die mineralen die uitspoelen. Je mag me er alles over vertellen. Ik ben leek, maar kan wel vragen stellen natuurlijk. Eén gek, hè? Kan meer vragen. Wim Meulenkamp, projectleider Mineral Valley Twente. Waarom zo'n moeilijke naam? Silicon Valley, Mineral Valley? Dat klinkt wel goed, toch? Ja, wil je internationaal gaan? Dit is een project wat wereldwijd speelt, dit probleem. En we zijn ook al in Brussel geweest om ons verhaal te doen. Dan is het misschien ook goed om gewoon een Engelse term te gebruiken. Onze bodem is arm. Wordt armer.
En dat is eigenlijk het probleem. We hebben met mestwetgeving te maken in Nederland en die wordt eigenlijk steeds stringenter. Want mineralen zijn eigenlijk meststoffen? Hoe die in de bodem zitten, zo kun je het simpel gezegd zien. Hè? Ja. Iedereen kent wel het woord humus. Ja. Eigenlijk zit er in de bodem een soort organische laag. Een organische stof is dat eigenlijk. En dat is eigenlijk een laag die heel belangrijk is voor het verbouwen en het kweken van voedsel. En hoe kan dat wegspoelen? Het heeft met meerdere oorzaken te maken. Ik zei net al, die strengere mestwetgeving. Er gaat eigenlijk jaarlijks in Nederland, en dus ook op die arme Twentse zandgronden, 7% te weinig mest op de bodem om langjarig de organische stof op hetzelfde peil te houden. Voor de leek is dat heel raar. Die denkt, die boeren willen de mest kwijt. Ja. Het land heeft het nodig. Ja. En dat is ook precies het probleem. Hè? Aan de ene kant mogen boeren dus te weinig van hun mest op het land brengen. Aan de andere kant hebben we een mestoverschot. Hè? Dus wij moeten, vooral in Twente, op die arme zandgronden, daar mag dus de mest van de varkensboeren, hè, kan voor een heel groot gedeelte niet op die Twentse bodem. Dus die wordt in grote trucks afgevoerd naar de akkerbouwers in Noord-Nederland. Ja. Dus dat zijn eigenlijk twee hele gekke zaken. En, dan kun je zeggen van ja, dat is een probleem en daar leggen we ons bij neer. En we hebben dus gezegd met Mineral Valley Twente, wij gaan dat gewoon oplossen, dat probleem. Daar gaan we juist een oplossing voor bedenken. Ja. Nou, is een van die oplossingen zou kunnen zijn die bodem weer verrijken met behulp van bokashi. Nou, wat je gaat zien is dat bacteriën en wormen en schimmels gevoed worden door het organische product wat je opbrengt, door de bokashi. En wat je gaat zien in de loop der maanden is dat het organisch stofgehalte in die bodem meer gaat worden. En dat er meer humus komt in de bodem, doordat die micro-organismen dat organisch materiaal aan het omzetten zijn. Ja, de kwaliteit is super. Het ruikt naar bosgrond, een beetje zuurig, een beetje zuurkoolachtig. Ja, hier worden we wel enthousiast van hoor. Nou ja, mijn gevoel zegt gewoon dat het goed is. Gewoon grof materiaal, dus het rottingsproces gaat zich in de grond bevinden. Als je van een groen recyclingbedrijf compost haalt, dat is echt al helemaal gefermenteerd, helemaal verrot, zeg maar. En dat proces gaat hier met de bokashi, gaat het hier in de grond zelf bevinden. Dus ik zie er wel kansen in. Het is een beetje een Japans voorbeeld, vandaar ook zo'n Japanse naam, bokashi. Ja. Dit is een van de oplossingen. We voegen daar een ander soort humus of een ander soort verrijking aan toe. Klopt, ja. En zo willen wij eigenlijk in Twente meerdere proeftuinen. Hè. Dit is een proeftuin, deze is ook bij ons in de gemeente bijvoorbeeld. Maar zo willen we samen met de boeren willen we eigenlijk meerdere proeftuinen in heel Twente gaan organiseren. Ja. En, je zegt in onze gemeente, bedoel je dan Hof van Twente? In Hof van Twente, waar jij wethouder ook bent. Daar ben ik inderdaad wethouder. Ja. En zo willen we dus door heel Twente heen de boeren organiseren. En niet alleen boeren, we willen echt de verschillende ketens aan elkaar gaan verbinden. Hè. Ja. Dus we gaan, Friesland Campina doet mee, For Farmers doet mee, Universiteit doet mee, Saxion doet mee. Het waterschap doet mee, zodat we in al die ketens zit heel veel kennis. Maar die kennis moeten we eigenlijk integraal gebruiken om dit probleem op te lossen met elkaar. Ja. Want het klinkt heel simpel, er komt minder van die grond af. Maar er spoelen dus ook meer nutriënten uit naar het grondwater. Nutriënten zijn? Dus fosfaten en stikstof. Hè. Dus dat vindt het waterleidingsmaatschappij die vindt dat weer niet zo fijn. Nee. Die boer die krijgt dus inderdaad minder van zijn land. Er komt meer CO2 in. Het is een heel cirkeltje. Ja, er komt meer CO2 in de lucht, zeg maar. Dus dat is weer slecht voor het klimaat. Ja. Dus als we samen met de boeren kunnen kijken om meer organisch stof in die bodem te krijgen. En dus eigenlijk in feite meer CO2 vast te leggen. Dan kan de boer ook op dat vlak bij gaan dragen aan de klimaatdoelen die we hebben in ons land. Ja, nou ben ik heel gek. Dan denk ik, dit is toch heel logisch, dan ga je toch al lang met elkaar om tafel. Het is misschien heel logisch, maar er is in mijn ogen heel lang zeg maar alleen naar de eigen keten kijken. Wat kan de boer doen? Wat kan de voedselproducent doen? Dus wat kan de Friesland Campina doen? En op de universiteit zijn ze weer met andere dingen bezig. Het gaat er dus juist om dat je met elkaar naar datzelfde probleem kijkt en dat met elkaar gaat oplossen. En ja, we hebben de ambitie om echt toonaangevend te worden rondom die bodemoptimalisering en de mestverwerking. En dan in Nederland, nou ja, en als je in Nederland daarin toonaangevend bent, dan ben je aan een heel eind zeg maar toonaangevend in Europa. U knikt heel erg, uw gemeente is niet zo heel veel agrarisch gebied, toch? Nee, dat niet. Maar het is wel ontzettend belangrijk. En luister, Hof van Twente, Twente aan zich, dit zijn een paar van die zaken die we in heel Twente oppakken. En je doet dat perfect. We moeten daar ook een beetje naartoe. Je kunt wel zeggen, we hebben nu nog mest nodig. Maar als we die kringloop, we hebben het net over het afval gehad. We gaan het over vlees hebben, je ziet dier.
We moeten dit met elkaar wel ook willen. Dat is een ongelooflijke bult met werk, zou ik bijna zeggen. Maar ik denk dat dit echt een goed initiatief is binnen Twente om daar in Brussel, heb je ook gedaan, om in Brussel te zeggen, ja, dit zou eigenlijk dan de toekomst zijn, wetende dat je ook geen andere weg hebt. Ja. Brussel, kostenplaatje, is daar is ook Europees geld voor dit soort initiatieven? We hebben een gedeelte Europese financiering en we hebben gedeelte met 14 Twentse gemeenten samen ingelegd. We hebben ook zeg maar, de uren van alle bedrijven die meewerken, die kun je dan ook als co-financiering gebruiken. En we gaan inderdaad, ik ben vorige week bij Annie Schrijen geweest in Brussel en die was heel enthousiast. En we gaan over 2 weken gaan we om de tafel om te kijken of we inderdaad nog substantieel geld vanuit Brussel naar Twente kunnen halen. Ja. Maar het is geld, dat is waar, maar het is ook erkenning. En als je in Brussel, we zijn daar 2 dagen geweest, het is ook de erkenning en ik zou bijna zeggen de steun in de landsdelen dat dit van belang is. En daarvoor is het ook belangrijk dat je meerdere partijen aan je bindt. Dit is een innovatief project. Ja. En bij innovatieve projecten is het op voorhand al zo dat de wetgeving er niet bij past. Yes. Anders is het geen innovatie. Precies. Daar ben je dus ook die link met Brussel nodig en met Den Haag, waar we ook al geweest zijn. Hoeveel enig idee, want uiteindelijk wil zeggen, natuurlijk spelen andere dingen mee dan geld, maar om iets te realiseren is geld nodig. Ja. Zo simpel is het. Hoeveel is hiervoor nodig? Nee, wij zijn nu begonnen met een budget van 1 miljoen euro, waar we dit project mee opstarten, zeg maar. En we moeten gewoon. Dit is geen project waarvan je precies weet hoe dit gaat. Dit is een innovatief project. We hebben een doel. We willen toonaangevend worden rondom mest en bodem. En daar werken we naartoe. Maar je gaat niet zomaar even van A naar B. We moeten heel vaak links en rechts. Dus we komen heel veel tegen. We moeten heel vasthoudend zijn en dat doel voor ogen houden. Goed zo. Succes daarbij in ieder geval. Dankjewel. Lange weg eraan, denk ik. Maar goed, heel interessant. Sander Schelberg zei het al. Hè? We hebben natuurlijk huisvuil gehad. We hebben het gehad over onze bodem. Dan gaan we het hebben over voedsel. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. We eten nog steeds te veel vlees. De daling in onze vleesconsumptie, die was ingezet sinds 2010, die schijnt vorig jaar te zijn gestopt. We eten nu 39 kilo vlees per persoon per jaar in Nederland. En dat is slecht voor het milieu, maar ook voor onze gezondheid, zegt het voedsel. We zouden niet meer dan 500 gram vlees per persoon per week moeten eten, heren. Vleeseters? Ja, echt wel een vleeseter. Een bescheiden vleeseter, maar ik ben überhaupt een bescheiden eter. Maar, Ik ben wel echt een liefhebber. Ja. Ik mag heel graag barbecue. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik dacht bij mezelf 500 gram per week. Ik ben niet een mega vleeseter, maar 2-3 dagen vlees eten. En je zit er al aan, toch? Ja. Ik kijk even naar onze diëtisten, want die hebben wij natuurlijk daarvoor voor uitgenodigd. Jorieke Bortzek, hoe erg is het als je meer dan 500 gram vlees per week eet? Ja, nou, er zijn dus onderzoeken geweest dat het risico op hart- en vaatziekten en diabetes, maar ook verschillende vormen van kanker, met 15% tot 20% toenemen als wij meer dan 100 gram of 120 gram vlees per dag eten. Mm-hmm. Nou, de gemiddelde Nederlander eet dus te veel vlees. Dus ja, je loopt wel wat meer risico op het ontwikkelen daarvan. In een voorgesprek zei je tegen mij, 50 jaar geleden aten wij Nederlanders de helft van het vlees van wat we nu eten. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken ook met geld, met welvaart, maar ook met het aantal eetmomenten, denk ik, of niet? Ja, denk ik wel. Jij bent diëtist, je komt met mensen in aanraking die te veel eten moeten minderen. Ja. Maar eten ze ook te veel vlees? Ja. Nou, jij ziet eigenlijk al vleeswaren op brood. Hè. Vaak is een plakje vlees is al tussen de 15, 20 gram. Nou, eten mensen 3 boterhammen met een plakje vlees, dan zit je dus eigenlijk al op je dagelijkse hoeveelheid vlees die je die dag mag hebben. Ik zit er vast mee. Ik zit al te denken, nou, laat vlees maar zitten, dan maar vleeswaren. Maar dat geldt natuurlijk ook mee. Dat, en dan komt de avondmaaltijd er nog eens bij. En dan komt er nog een keer een receptie bij burgemeester Schelberg met een bolhapje of wordt zo. Gevaar, we zitten al in de gevarensector, Dus bij elkaar opgeteld kom je makkelijk aan 200 gram vlees als je daar niet op let. Ja, dat blijkt wel. Maar nou dacht ik altijd van, als mensen bijvoorbeeld willen afvallen, jouw vakgebied, moeten ze koolhydraten schrappen en juist eiwitten eten. En dat zit dan weer in vlees. Dan moet je vooral vlees en groenten eten. Je moet wel wat eten, toch? Hoe ga je dat dan doen? Ja, dan bekijk het eigenlijk heel individueel. Kijk, vlees, je hebt natuurlijk heel veel verschillen weer in vlees. Ze maken in het onderzoek ook wel verschil tussen rood vlees en bewerkt of onbewerkt vlees. Ja, rood vlees is ook weer niet goed, hè? Nee, het gaat ook eigenlijk voornamelijk om het rode en het bewerkte vlees. Daar zijn de meeste onderzoeken van geweest dat de grootste gezondheidsrisico's opleveren.
En nou is rood vlees, dat is ook weer lastig van hebben. Is het dan al het vlees wat rood is? Nee. Rood vlees wordt dan weer gezien als het vlees van zoogdieren. Dus denk aan koeien, schapen, varken, rund. Nou, dat is vooral wat veel gegeten wordt. En dat is dus rood vlees en dat wat is rood niet zo vlees. Goed voor ons is, als ja. we daar te veel van eten. Ja, en het witte vlees is meer gevogelte. Dus ik denk aan kip en kalkoen. Okay. Dus daar zit een heel groot verschil in. En dan heb je nog verschil in of het onbewerkt is of bewerkt. En bewerkt is eigenlijk wanneer het wordt gerookt of conserveringsmiddelen aan toe worden gevoegd om het productieproces, om het langer houdbaar te maken of ja, dus, smaken dus aan toe alle te voegen. Dus alle kanten klaar, zeg maar. De gemaksfood, gemaksvlees ja. is niet wat goed is voor ons lijf. Nee. Zeg maar. Nee. Oké. Okay. Maar vleesvervangers, hè? Ja. Hebben jullie daar ervaring mee? Eten jullie wel eens vleesvervangers? Vegaburger? Nee. Sojaburgers? Nee, niet? Nee, waarom niet? Nee, ik heb meer de associatie met kauwgom, moet ik eerlijk toegeven. Maar misschien verbetert dat en heb ik ook niet een range daarin. Dat is ook zo. Wat ik wel, ja, ik vind het wel interessant. Want je rekent mee en dan denk je, oh, de gevarenzone. Terwijl je dat misschien dus helemaal niet in de gaten hebt. Maar helpt het ook nog goed voor de rest? Het zal niet alleen het vlees eten zijn, hè? Nee. Suikers, alcohol, bewegen. Ja, het is natuurlijk weer een totaalplaatje. Ja, het is ook deel de verzadigde vetten waar men dan over spreekt. Oh ja, help even. Wat is ook alweer verzadigd en wat is onverzadigd? Ja, verzadigd is dan verkeerd. Hè? Dus ezelsbrugje en onverzadigd is oké. Maar daar zijn nou ook weer heel veel onderzoeken van in hoeverre is dat en zo. En onverzadigd noten, dat soort dingen toch weer, hè? Vetten daaruit. Ja. Ja, dus dat geldt zeker mee. En nou ja, verder je levensstijl, die geldt mee. Heb je overgewicht of niet? En het woord was steeds ingewikkeld. Want het voedingscentrum, dat was ooit met die schijf van 5. Toen snapten we het allemaal nog. Maar is dit handig? Dat maakt mensen ook wel sceptisch, denk ik. Het is elke keer toch wel weer wat anders. Dan maak je vak ook heel lastig, denk ik. Ja, dan is het weer dit. Ik bedoel, vet was altijd heel lang heel slecht geweest. Maar ik hoor nu heel veel theorieën dat het vet juist gezond is. Ja. Dus, klopt. Nou, en dat maakt mensen ook sceptisch en denken ze van, ja jongens, we blijven lekker vlees eten. Ja, het is ook heel lastig, want ze hebben het dan ook over het heemijzer bijvoorbeeld, dat dan weer het rode kleur geeft aan vlees. Nou, dat wordt dan weer in verband gebracht met dat schade in de darm kan geven. Dat je daardoor weer risico hebt op darmkanker. Dus er zijn zoveel verschillende gebieden wat het kan zijn. Kunnen we wel stellen, want dat is ook een beetje de trend, dat hoe puurder, hoe beter. Ja, daar ben ik zeker voor. Ja, dat sowieso. Misschien moeten we daar wat meer aan houden. Ja. Maar hoe meer, hoe directer van de leverancier ook eigenlijk, toch? Ja. Hoe beter ook, hè? Ja, want alles wat bewerkt is, nou, daar kunnen ook weer kankerverwekkende stoffen in zitten. Dus als je alles puur hebt. In eigen regio en zo direct mogelijk van de boer. Oh, ja. Oh, ja. En heel veel mooie bedrijven, hoor. En vandaag is het vrijdag en dat is bij mij altijd traditioneel visdag. Visdag, dus het scheelt weer. Dat is van oudsher ook, vandaag toch? Kom ik er mooi mee weg. Ja, goeie, dat is van oudsher ook. Ja, precies. Ja. Dat is ook helemaal niet erg, hè, toch? Om soms een brooddag te doen of zo, dat soort dingen. Nee, zeker niet. Ook voor kinderen niet, want ik doe dat van oudsher al. En toen dacht ik, is dat handig voor kinderen? Ja, nee, maar ook de Nederlandse kinderen krijgen dus eigenlijk voldoende eiwitten en vlees binnen. Dus als je één dag een boterham met ei eet bijvoorbeeld, en vlees overslaat of vegetarisch doet, dan is dat geen enkel probleem. Goed, hebben we toch weer wat geleerd. We moeten ons niet te veel angst laten aanjagen, lijkt mij. Allen bedankt voor jullie mooie bijdrage aan deze gesprekken op deze vrijdagavond. Morgen kunt u bij ons zien hoe boeren, hebben het weer, tegenwoordig creatief moeten zijn. Bijvoorbeeld door een tweede tak te beginnen om het hoofd boven water te kunnen houden. Dat dus morgen. Nu bedankt voor het kijken en ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van.